Hoi allemaal, ik ben Arthur Krijgsman, meester Arthur. En in dit filmpje ga ik wat vertellen over, is het nu u of uw, me of mijn, jou of jou? En in dit filmpje word ik geholpen door Haan. Hoi Haan, leuk dat je erbij bent. Hoi. Kan je iets over jezelf vertellen? Ja, natuurlijk. Ik ben Haan en mijn moeder is een kip. Nee, Haan. Het is mijn moeder is een kip. Helemaal niet. Het is mijn moeder. Ja, precies. Jouw moeder. Daar gaat het om. Oh. Hey, leuk dat je me komt helpen. Ja, leuk om te doen. Ik zal het je proberen uit te leggen, Haan. Want het gaat om het soort woord. Je hebt bijvoorbeeld in dit soort zinnen woorden zoals ik, je, jij, jou. En die kan je allemaal vervangen voor een naam. En dat noemen ze ook wel het persoonlijk voornaamwoord. En het persoonlijk voornaamwoord kan dus ook zijn wij, het kan ook een groep zijn, of jullie, of zij. Mm-hmm. En Okay. In plaats van iets, iemand of een groep, vul je dan dus dat woordje in. Interessant! En ik zal gelijk wat voorbeelden geven. Graag! Wil je dat ik ga stofzuigen? Wat zeg je? Niet? Nee! Nee, ga je het zelf doen. Oké, ook goed Haan. Maar het gaat mij om de persoonlijke voornaamwoorden in deze zin. Het gaat namelijk om je en het gaat om ik. En die kan je allebei vervangen door bijvoorbeeld... Wil Arthur dat Haan gaat stofzuigen? Geloof me maar niet. Haan, welke denk jij dat het persoonlijk voornaamwoord is? Niet! Nee, niet, niet. Welke wel? Me! Inderdaad, me. Het gaat om me die je kan vervangen met geloof Haan maar niet. Of geloof Arthur maar niet. Zo kan je het onthouden. Volgende zin. Dit boek is niet van ons, maar van jou. Van mij? Haan, heb jij enig idee? Ons. Ons, inderdaad. En jou? En jou, ja. Haan, je begint hem te leren. Perfect. Fijn. Laatste zin in deze voorbeelden. Ik heb het u toch gevraagd. Welke woorden, persoonlijke voornaamwoorden, kan je vervangen voor bijvoorbeeld Haan en Arthur? Ik denk ik en u. Ah. Inderdaad, Haan. Je hebt hem door. Ik en u. Yeah. Klopt. Hey, en dan hebben we dus nu ook nog die andere vorm. Dat heet bezittelijk voornaamwoord. Nee. En als je bijvoorbeeld jou of jou met een W hebt, de jou met een W is een bezittelijk voornaamwoord. En dat kunnen woorden zijn zoals mijn, jou, zijn, haar, uw, hun, onze. Wow! Het is dus iets van iemand, of van iets, of van een groep, okay, wat je kan bezitten. Ja. Yeah. En op die manier heb ik ook een paar voorbeelden. Fijn! De eerste zin is, dat zijn toch jouw schoenen? Ik heb geen schoenen! Nee Haan, ik weet dat je geen schoenen aan hebt. Maar wat is nu het bezittelijk voornaamwoord in deze zin? Schoen! Nee, schoenen zijn het niet. Ja. Het zijn jouw schoenen. Het bezittelijk voornaamwoord is in dit geval jouw, met een W. Oké. Zin 2. Jouw vrienden zijn echt chill. Dank je! Graag gedaan Haan. In deze zin, wat is dan het bezittelijk voornaamwoord? Jouw! Het is inderdaad jou. Klopt. Derde zin. Hey, blijf met mijn vingers van jouw iPad af. Die zin klopt niet. Nee, dat klopt dat het niet klopt. Maar Nederlands, technisch gezien, is het een goede zin. Maar het slaat natuurlijk nergens op. Maar wat is nu het bezittelijk voornaamwoord? Jou. Jou inderdaad. Maar het staat er nog één. Mijn. Mijn. Goed zo aan. Yeah. Ja, dat is hem. Hey, en de laatste zin, volgens mij heb je die al. Kan jij hem eens voorlezen? Dank u wel voor uw vrijwillige bijdrage. Ja, en wat is nou het bezittelijk voornaamwoord? U. Met een W of zonder de W? Met. Yes, je hebt hem. Yeah. En zo hebben we even gekeken, is het nu me of mijn, jou of jou, u of uw. En het verschil is dus, de een is een persoonlijk voornaamwoord, de ander een bezittelijk voornaamwoord. En ik hoop dat jullie met deze voorbeelden zelf weer iets meer aan de slag kunnen hoe je het goed kan schrijven en hoe je het goed kan zeggen. Gaat het jou lukken, Haan? Ja, ik denk het wel! Misschien niet!
Je kan altijd nog een keer het filmpje bekijken. Oké. Einde van dit filmpje. Dankjewel Haan voor je hulp. Tot de volgende keer. Vond je dit filmpje leuk? Geef hem dan een like. Abonneer op mijn kanaal. En zal ik volgende keer Haan weer meenemen? Haan, vind je dat goed? Ja! Oké, top. Leuk. Doei. Tot de volgende keer.